Jordi. En ik kom echt heel iets doms achter. Ik weet niet of je de laatste drie lessen hebt gezien. Mijn ding is niet opgenomen. Mijn fucking. Heet ook weer. Mijn laatste vers microfoon. Oh, ik vind het gewoon kut. Hij is gewoon heel. Zo. Zo'n beetje hard. Gewoon heel mijn microfoon is gewoon niet opgenomen in die drie lessen. Echt jongen. Dat voelt echt kut. Dan heb ik serieus net gewoon 1,5 uur oplopen nemen. Nou, oké, ik weet niet 1,5 uur. Maar gewoon 1,5 uur op moeten nemen. Gewoon, ja. Ik zit er gewoon echt mee, ik vind het echt kut. Weet je, ik ga niet meer helemaal opnieuw doen, ik kan een keer gebeuren. Nou, het is wel jammer, het is wel kut. Hé, trouwens, dit is alweer race 7 in Engeland. Op zich, 2 seconden in kwalificatie. Nou, oké, dat doe ik 2 seconden. Voor 1 seconde ook kort van in kwalificatie. Dit is misschien wel een goede maat voor mij. Dat vind ik weer heel raar, want op F2, op F1, dat met F1 houden, dat ken ik het niet. En met de F2 auto's weer wel. Weet je, ben ik weer gewoon te goed op deze man. Nu gaan we 2 seconden voorstellen, wat voor. Weet je, ik blijf het echt jammer vinden man. Ik zit er gewoon echt mee. Ik vind het echt kut. Ik moet gewoon niet mijn microfoon opgenomen. Dat kan een keer gebeuren, ja, wat gezegd kan een keer gebeuren.
Ik draai alleen maar snel om. Hoppa, vol fast lap race win. Toch wel weer even 31 punten winst gemaakt. Ijskoen. So Charouse have won it, and what a great race it was. It's time for those well-deserved celebrations. They may be one of the newer teams to join F2, but the Charouse team have shown their... And so, driver of the day then, Davide Valsecchi, who do you think you'd go for? Oh, there's a lot of options, but my instinct says Nick De Vries. And looking down the field, no one really jumps out at me to change my mind. Goodbye for now then, but we really are just getting started. Make sure you join us again for Lights Out tomorrow. Dus eigenlijk moet ik de volgende race... Ja... Even voor Lando finishen. We're back. For the second race, we've reversed the top. Okay, let's go. Dit keer achter. Nog eens wat naast me. Dat zeg is nog gewoon makkelijk.
Ja, dat is toch een beetje. Waarom Delletje was 9-12? Dat is wel een man. Ah, fuck. Ik heb het wel verteld, maar ik wil eigenlijk eerst een Nick de Vries keer moeten doen. Dan pas ik mijn deur niet verwoken, maar ja. Dan doe ik twee perma keer mee. Dat wil ik ook weer niet. Dan wil ik ook nog in 2009 echt twee keer mee doen. En als ik dat dan zeg, dan weet u wel zeker met wie ik ga rijden. Drift in. Archer Markelov. You're in the top 10 now. Ah. Keep it up. Even een slechte start. Twee rondes rijden. Drift in. Veel te laat naar rechts, veel te laat. That was the fastest lap of the race. Keep this up. DRS, kom op. Zo. En de bruine deur open. Ja, dat kan ook makkelijk. Vier tiende.
pakken. Let's go. Hoppa. Ik ga even kijken hoeveel punten. Wacht even, doe even dit. Hoeveel punten nog te beschikken zijn. Doe even rekenmachine. Even kijken, 25 eerste race. Plus 4 pole, plus 2. Nog meer. Davide, what do you think made the diff? Even kijken, wat krijg je nog bij. Skippers. Nog 2, 15. 48 punten, keer 5, nog 108 punten zijn nog te beschikken. Hoe staat het in het kampioenschap? 108. Oké, dus Albon kan realistisch gezien niet meer kampioen worden. Albon. Nee, toch dat ken. Wacht even. Welke race krijgen we aan? Even kijken. 31 plus 17. Toch? En wacht even. 4 pole, fast lap. 31. Dan krijgen we race 2 plus fast lap. En dan nog die 15. Is 48 keer 4. Als ik gewoon genoeg punten pak in Hongarije, kan ik dan een kampioen worden? Want sowieso, als ik meer punten dan Russen pak volgende race, dan kan hij sowieso geen kampioen meer worden, want dan zijn er nog maar 93 punten te beschikken. Nee, dat klopt niet. Nee, dat klopt helemaal niet. Dit klopt niet. Ik vond het al raar. 48 keer 5. Nee, 240. Ik dacht al. Dat klopt niet. Ik zit helemaal verkeerd te rekenen. En dan kan iedereen nog kampioen worden eigenlijk. Realistisch gezien, maar ja. Ik heb helemaal verkeerd gerekend. Want ik had mijn rekenmachine dat eerst gewoon de keer en dan plus. Dat ik deed plus, plus, plus. Ja. En toen deed ik keer 5, maar dat, ik moest eerst het antwoord hebben en dan keer 5. Oké, dus stel ons weg, worden we nog te beschikken. Dus hopelijk worden wij kampioen. Nog lang nog niet beschreden. Nog lang niet. Ja. Ook weer in deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder, dus bye bye.